Hey, goedemiddag, welkom bij Auto Siero. Audi Q2, 80.000 kilometer. Gekocht in België, Alphabet Lease. Volledige historie heb ik er uiteraard voor je bij. Daarmee kan ik de kilometers garanderen, schadeverleden uitsluiten. Kortom, het klopt van A tot Z. En dit is de 4-cilinder met 150 pk, mag 1500 kilo trekken. Dit is de 3500 TFSI namelijk. En je zult veel 3-cilinders zien. Ik heb ze trouwens ook hoor, prima. Alleen dit heeft net even wat extra. Rijdt gemiddeld 1 op 18 gecombineerd. Dus dat is ook al heel erg goed. En hij is prachtig mooi. Kijk maar eens mee. Parkeersensoren voor en achter. Lichtmetalen velgen. Als je het mooi vindt kan ik de ramen achter nog laten tinten. Dat is niet eens zo heel duur. Parkeersensoren, als gezegd, ook aan de achterzijde. Volgens mij, nee, nog geen trekhaak. Maar goed, die kan eronder natuurlijk. Mooie ruime kofferbak. Andere zijkant ook keurig netjes. Geen rare krassen of deukjes. Vorige eigenaar is echt zuinig mee omgesprongen. En zwart metallic, ja, wel een goede kleur natuurlijk op een auto. Ik heb er nog eentje onderweg. Dat is wel een 3-cilinder. Ik heb nog een grijze, die staat er al. Ik heb nog een zilvergrijze, dus Audi Q2. Ja, we hebben er wel een aantal. Achterin, als gezegd, keurig netjes opgepast. Elektrische ramen natuurlijk. De cruise control achter het stuur. Ik heb net even een vraag gedaan of er ook Apple CarPlay in aangezet kan worden. Vraag me gerust daar de prijs even voor, want het is wel een geweldig fijne optie. Hij heeft net nog een onderhoudsbeurt gehad met een bougie. Dus dat is ook lekker. Kortom, hij is er klaar voor. Alphabet dus geleverd, dus een BTW-auto. Je kunt hem dus ook zakelijk kopen en de BTW nog even terughalen. Wil je daar een financieringsvoorstel voor? Doen we dagelijks met onze collega's van 123 Lease. Ja, dat is een fijne partij en die rekenen, die gaan heel snel. Wil je wat inruilen? Ben ik blij mee. Stuur me wat foto's, krijg je direct een bieding van me. En joh, zoek je een Q2, ja, we hebben er nu 4 of 5 en ja, ze gaan heel goed. Volkswagen T-Roc doen we ook veel mee. Skoda Rona hebben we er ook een paar van. We hebben 150 auto's staan, dus waarschijnlijk ook wel iets wat jij interessant vindt. Deze, ja, is een overweging waard natuurlijk. Rijd er een ton bij, heeft hij 180 gedraaid, kan ik hem nog geweldig goed in Nederland verkopen onder die 2 ton. En dan krijg je ook een goede restwaarde. Heb je geen rare kosten normaal gesproken. Dus dat is wel een ding wat je even mee kunt nemen. Dan wordt autorijden niet zo duur. Ja, het blijft duur natuurlijk, maar minder duur, laat ik het zo zeggen. Je bent van harte welkom voor een proefrit. Graag tot ziens.